Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Minecraft tutorial. Vandaag ga ik jullie leren hoe je met het scorebord in een sidebar kunt weergeven hoe groot de world border is. Dit is handig. Als je bijvoorbeeld van een heel grote world border begint en iedereen is verspreid over de map en je wilt dat je langzaam naar het midden toe gaat, maar je wilt ook weten dat de world border eraan komt, zeg maar. Al kan het ook heel leuk zijn om gewoon niet te weten dat de world border eraan komt. En dan ben je aan het minen en dan zit je opgesloten in de cave en dan ga je dood. Maar goed, als je dat dus wel wilt weten, kijk dan deze tutorial hoe het gaat. Ik begin even met te zeggen, ik gebruik hier weer de command block clock. Die heb ik in de vorige video heb ik uitgelegd hoe die te maken. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga die dan even kijken. Of als je het wel hebt gezien, maar je bent het nog even weer vergeten. Of je weet de commands nog niet uit je hoofd, wat ik best snap, zeg maar. Kijk dan ook gewoon weer even het vorige filmpje. Maar goed, we gaan nu met deze tutorial verder. Als eerste wil je ervoor gaan zorgen dat je een objective hebt die als dummy. Ik noem hem statistieken met de hoofdletter S. En het is een dummy. Een dummy betekent dat het niet uit zichzelf iets doet, zoals health. Zoals ik in een vorige video heb laten zien dat je dus je hartjes kunt weergeven. De dummy, die moet je nog zeggen van, doe dit. Die moet je dus als eerste aanmaken. En dat doe ik nu. En nu als we gaan kijken in de scoreboard objectives list. Dan zien we hier health, displays as health en this type health. Statistieken displays als statistieken en this type dummy. We moeten er alleen nog voor zorgen dat dus die objective statistieken in de sidebar komt te staan. Daarvoor gebruiken we de command scoreboard objectives set display sidebar en dan de naam van je objective. Ook even, al deze commands kun je ook gewoon zonder command blocks runnen. Ik doe het alleen even om het wat makkelijker te laten zien. Alleen moet je niet vergeten om er slash voor te zetten. Dus dat het een comment wordt, anders zeg je het gewoon in de chat. Zoals jullie nu niet zien aan de rechterkant van het scherm. Hij staat er nu nog niet in, omdat het nog eerst aangepast moet worden, net zoals met die health. Dus nu gaan we zeggen, slash scoreboard players, set border timer. Daarmee maak ik een nieuwe player aan die border timer heet. Deze players zijn niet players, maar dit zijn zeg maar players als in de code van de game. Net zoals wanneer jij de game speelt, ben je ook een stukje code. Alleen zit er niks aan die code verbonden, behalve wat ik eraan geef. Ik had ook eerst deze player aan kunnen maken, maar nu maakt hij hem ook direct aan. En ik zet het nu dus gewoon op 0. Die 0 kan elk getal zijn, dat maakt helemaal niks uit. Alleen 0 is handig om mee te beginnen. Zoals jullie nu wel in de rechterkant zien, nu staat statistieken en dan border timer 0. Die border timer, die gaat straks veranderen naarmate dus de border groter of kleiner wordt. Ik ga nu even de world border opzetten. Dus dan ga ik hem even centeren op mijn positie. Dan moet er een spatie tussen. En ik ga hem even 40 blokken groot maken, zodat we hem allemaal kunnen zien. En dan is hier weer die klok. Dit is gewoon weer de klok. Dat hebben jullie in de vorige video ook kunnen zien. Wanneer ik zo daar tussen een redstone blok neerzet, gaat de klok runnen. En dus deze command blocks ook. In deze command blok gebruiken we de statsblok command. De stats blok. Dit zijn gewoon weer de coördinaten. Het blok waarvan ik hem wil hebben staat er twee blokjes onder. Dus daarom dezelfde, min 2, dezelfde. En dan set query result border timer in statistieken. Hiermee zorgen we er dus voor wat het hij vraagt zeg maar aan het blok wat eronder staat van wat heb jij? En dan wat daaruit komt
zet hij dus de border timer in de statistieken. Wat, aan welk blokje het vraagt is de comment slash world border get. Dat kun je ook gewoon zo doen. En dan zegt hij, the world border is currently 40 blokken wijd. Bedenk wel, dat is van de zijkant tot de overzijde. Dus als je het vanuit het middenpunt rekent, stel je het hem gezet op 0,0, dan is hij zeg maar 20 blokken wijd. Dus niet denken van, ik zit nu binnen 40 blokken vanaf 0,0, ik ben nu veilig. Nee, dat is binnen 20 blokken. Ja, dus deze, telkens wanneer dus die puls van deze klok komt, kijkt hij van, wat is de grootte van de world border? En tegelijkertijd zorgt deze ervoor dat het antwoord daarvan in de sidebar komt te staan. Als ik hem nu dus aanzet, dan moet ik nog veranderen dat dit een redstone blok wordt. En dan gaat hij het nu doen. Zoals jullie zien, de klok is aan het runnen. Nu verandert hij nog niet. Ik bedoel de sidebar. Pas als ik nu ga zeggen, ga naar 100 blokken in 20 seconden. Dan zie je dat hij dus langzaam omhoog gaat. Ook als ik de world border nu op 10.000 zet. Dan springt hij naar 10.000. En ik zet hem nu weer naar 100 in 50 seconden. En dan zie je dat hij heel snel naar beneden gaat. Dat was het voor deze video. Als jullie nog vragen hebben, laat die vragen gewoon achter in de comments. Die lees ik gewoon. Ik geef ook meestal antwoord. Of ik geef het antwoord, wacht even tot ik hier een filmpje over ga maken. Deze vraag of dit kon, was nou ook bij de World Border video gevraagd. Van hoe moet je die border, hoe moet je een timer ervan maken. Als jullie die World Border video nog niet hebben gezien, kijk die ook even. Dan leg ik even uit hoe heel de World Border werkt. En waarom hij zo werkt. En waar het handig voor is. Mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik ga gelukkig niet dood dat ik ben ik verleden. En tot de volgende video.